Bijzonder vriendelijk, meneer de voorzitter, dat u mij alsnog het woord geeft en dat ik eerst te laat was. Wat betreft de houding van de Commissie Burgerlijke Vrijheden over de begroting 2014, wij ondersteunen in het algemeen het zuinige beleid dat onze rapporteur voorstelt. Alle begrip ervoor dat als overal in Europa bezuinigd moet worden, dat het ook bij ons in de Europese Unie moet gebeuren. De commissie heeft echter een aantal uitzonderingen gestemd en gelukkig zijn die door de rapporteur overgenomen. En die uitzonderingen die zullen niet verrassend zijn. Als we kijken naar de gebeurtenissen in Lampedusa, dan is het buitengewoon noodzakelijk dat Frontex, EASO en andere instituties die veel te maken hebben met asielzoekers, dat die extra geld krijgen. Dat is het standpunt van de Commissie Burgerlijke Vrijheden. Dat is verwezenlijkt in de begroting, in het begrotingsvoorstel van het parlement. En ik hoop dat straks de Raad dat zal gaan ondersteunen. Ik dank u wel.